Ik heb mijn hele jeugdopleiding daar gespeeld. Ik heb Sparta 2 keer laten verdienen aan het transfer van mij. Ja, dan denk ik bij mezelf, kom op man, dan verdien ik toch wel wat meer. Wie de cijfers van Ilias Bellahsani van dit seizoen vergelijkt met vorig seizoen, komt al snel tot de conclusie dat de middenvelder veel beter in zijn vel zit. Waar hij vorig jaar genoegen moest nemen met een rol als reservespeler, is hij nu een van de dragende spelers en bijna wekelijks van waarde. Ik kom gewoon van een land waar je wat minder op niveau aan het voetballen bent. En dat is dan Qatar en dat is Dubai geweest. Ja, dan je voetbal is gewoon heel anders dan wat we in Nederland gewend zijn. Dus daar had ik wel moeite mee toen ik terugkwam. En vooral ook met het systeem die wij speelden. Eigenlijk wat we nu ook spelen, daar had ik gewoon problemen mee. En op een gegeven moment zakte ik zo ver weg dat ik echt moest nadenken van wat nu, weet je. Wat moet er veranderd worden om wel weer de oude Ilias te zijn. En dan begin je natuurlijk met fitheid. Dus dan kan je hard trainen in de vakantie om 100% mee te kunnen. En dat is uiteindelijk gebeurd. En gewoon elke dag kan je hard werken om te laten zien hoe goed je eigenlijk wel bent. Ik wilde gewoon heel graag weer op niveau voetballen en weer belangrijk zijn voor een team. En dat heb ik uiteindelijk heel goed opgepakt en daar ben ik nu mee bezig. De vormdip wijdt Bellahsani aan zijn avontuur in het Midden-Oosten. In januari 2021 maakte de middenvelder de overstap van PEC Zwolle naar het Qatarese Al Wakra. Het leverde hem in 1,5 jaar tijd een goed gevulde portemonnee en een onvergetelijke ervaring op. Maar sportief liet het te wensen over. Voor mij was dat een droom die uitkwam. Als je na 8 maanden uit het raam kijkt en je denkt dan nog steeds van waar ben ik eigenlijk. Dat je niet kan geloven waar je bent. Ja, dan leef ik op dat moment wel echt mijn droom. Natuurlijk, die stap neem je niet omdat je denkt van ik wil nog een stap maken omhoog. Dat was echt puur voor het financiële en natuurlijk ook een stukje avontuur natuurlijk die daarbij komt kijken. Gelukkig heb ik 1,5 jaar in totaal heb ik in het buitenland gezeten, dus ik heb een potje op kunnen bouwen. En toen klaagde het me weer om gewoon weer op niveau te voetballen en het liefst gewoon weer in Nederland, dicht bij familie, vrienden. Bellahsani klopte 1,5 jaar geleden aan bij Sparta Rotterdam, in de hoop mee te kunnen trainen om zijn conditie op peil te houden. De geboren Rotterdammer groeide op steenworp afstand van het kasteel op en doorliep er de jeugdopleiding. Toenmalig trainer Henk Vrezer en technisch directeur Henk van Stee staken daar alleen een stokje voor. Op een gegeven moment zat ik zonder club. Dus ik had zoiets van, laat me dan liever met een team meetrainen, dat mijn conditie op peil kan blijven. Alleen, dat kon niet. Ik ken de club heel erg goed van binnen. Dus voor mij was het wel dat ik kon schakelen van het ligt niet aan de club zelf. Het waren gewoon een trainer en een technisch directeur die dat absoluut niet wilden. En waar dat vandaan kwam, ja, dat is voor mij nog steeds een vraag. Het kraagt aan me. Ook als ik Vrezen zie, dan denk ik aan het moment van hoezo, weet je. Ken je me of, weet je, praat dan tenminste. Weet je, ga het gesprek aan en kijk dan van, hey, kan het of kan het niet. En vooral als ik jongen ben van de club. Ik woon daar letterlijk 300 meter vandaan. Ik heb mijn hele jeugdopleiding daar gespeeld. Ik heb Sparta 2 keer laten verdienen aan het transfer van mij. Ja, dan denk ik bij mezelf, kom op man, dan verdien ik toch wel wat meer. Maar goed, het zijn... Zoals spelers, het zijn mensen die komen en die gaan en de club die blijft overeind, weet je. En dus die neem ik het absoluut niet kwalijk. Maar goed, zand erover en we gaan weer door. Hè?